Met het ophangen van een poster heeft WMO-wethouder Loes Eijpma het startsein gegeven voor de WMO-campagne Zorg voor elkaar. Dat deed ze samen met Plusbus-vrijwilliger Kees Groenewoud, die op de poster staat afgebeeld. We gaan het officiële startsein geven voor de campagne. Dankzij vrijwilligers als Kees kunnen ouderen in Woerden op stap. En we vinden dat ontzettend mooi. Wat we als gemeente graag willen doen is stimuleren dat onze inwoners de verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Iets bijdragen aan de samenleving. We willen daarmee graag en een compliment geven aan al die mensen die al zo vreselijk veel doen voor hun stad, voor de gemeente Woerden. En daarbij ook een vraag stellen aan al die mensen die dat nog niet doen. Even te laten zien, gaan wij nu plakken. Start van een nieuwe actie in het kader van de WMO. Wat is dat voor actie? Wat wij graag willen doen is, de WMO is ervoor bedoeld dat iedereen in Woerden mee kan doen. En dat gebeurt vaak dankzij vrijwilligers. Vrijwilligers die in Woerden bijvoorbeeld met de plusbus rijden of die mantelzorger zijn voor iemand. En die op die manier ervoor zorgen dat ouderen of mensen met een beperking mee kunnen doen in de Woerdense samenleving. Vrijwilligerswerk, dat bestaat al heel lang. Het hulpverlenen, het zorgverlenen. En dan toch nu dit moment om die actie te starten. Waarom? Wij denken dat er nog een enorme potentie aan burgerkracht is in Woerden van mensen die wel graag iets zouden willen betekenen voor hun omgeving of voor hun naasten, maar die niet precies weten hoe ze dat zouden moeten doen. Via de website Hart voor Woerden kunnen mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Daar staan alle vacatures op. Dus je kan bijvoorbeeld gaan rijden met de plusbus, je kan iemand helpen met boodschappen doen, iemand zijn tuin verzorgen eens in de zoveel tijd, gewoon op de koffie gaan bij iemand die wat eenzaam is, af en toe een wandelingetje maken of een maatje worden van iemand met een psychiatrische achtergrond. Er zijn talloze mogelijkheden wat je zou kunnen doen als vrijwilliger in Woerden. Ja, en wat we hopen is dat we met deze actie die burgerkracht aanspreken en dat mensen ook nog meer voor elkaar willen zorgen en samen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in Woerden. Kees Groenewoud, we komen je overal in Woerden tegen op de posters als vrijwilliger. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Ik ben chauffeurbegeleider van de Plusbus en ze hebben mij gevraagd of ik hier aan mee wilde werken. Ik dacht van ja, waarom niet? Dus vandaar en dan loopt het allemaal vanzelf. En hoe ben je dan bij de Plusbus terechtgekomen? Ik heb gezocht op de site en gekeken welke vrijwilligersbanen er waren. En die stond mij wel aan. En daarnaast ben ik matroos op het Romeinse schip. Dat leek me ook leuk. En het bevalt me alle twee. Ja. Organisaties die met vrijwilligers werken doen altijd oproepen om vooral vrijwilliger te worden. Hoe zit het bij de Plusbus? Voldoende mensen? Zit aardig vol, maar er kunnen altijd vrijwilligers extra gebruiken. Ja. In het kader van de WMO-campagne Zorg voor elkaar is huis aan huis een krant verspreid waarin het belang van vrijwilligerswerk wordt uitgelegd.